Bloemenevers Emden is een begrip in de Joodse gemeenschap. Zowel in het liberale als orthodoxe deel. Als Auschwitz-overlevende pakte ze haar leven weer op en ging ze als psycholoog aan de slag met andere overlevenden. De pijn, het verdriet van de Shoah is onnoemelijk, bijna onbegrijpelijk. En zij heeft daar een plek aan kunnen geven. En ze heeft velen geholpen daar een weg in te vinden. Pas in 2012 zette Evers Emden haar persoonlijke ervaringen op papier. Ook behandelde ze daarin het onbegrip in Nederland ten opzichte van de Holocaust vlak na de oorlog. Eerder gaf ze voor onze camera daar nog een voorbeeld van. En na de oorlog kwam ik een klasgenoot tegen, kort daarna. En die had gehoord dat ik in Auschwitz was geweest. En die zei, was niet leuk, hè? Of zoiets stoms. Wat moet je zeggen? Nee, zei ik, nee, het was niet leuk. Zit je, weet je wat mij gebeurd is? Er komt zo'n rotmof aan en die trekt mij van mijn fiets en rijdt met die fietsen van door. Wat vind je daarvan? Ik zei, nou, hoe heb je dat ervaren? Ja, wat moet je daarop allemaal zeggen? Hè? Wat heeft de Joodse gemeenschap in Nederland verloren? Je kan dat verhaal over de Tweede Wereldoorlog en die ervaringen van de Tweede Wereldoorlog niet pregnanter laten vertellen dan door overlevenden. En daar was zij een van de meest welbespraakte en ook een van de meest genereuze vertellers in. Ze heeft pleisters gevonden voor de wonden van Auschwitz. En die heeft ze ergens in haar binnenste kunnen vinden in de jaren 45 tot 50. En daar heeft zij haar hele leven op voortgebouwd. En die is niets mooiers dan dat te zien. Er zijn zoveel mensen die hebben gezegd, Auschwitz is het einde. En haar message, en die zal voor altijd blijven doorklinken. Auschwitz is voor mij een begin, ik ga verder.